In dit atelier is de plek eigenlijk waar ik werk met de was. Vooral het inschilderen in de was gebeurt hier. De dingen die nu op de schragen liggen zijn een aantal takken die ik gebruik voor het werk Inside Me, waar ik spreek over werk dat opgebouwd is uit allemaal takken die in heel vloeiende beweging op elkaar liggen, ondersteund zijn met kussens en die er ook naar verwijzen naar de binnenkant van iets, de binnenkant van ons, een soort repetitie van ingewanden, van wat de weken delen. Daarom heb ik dat werk ook Inside Me genoemd. En wanneer je ernaar kijkt, dan herken je nauwelijks nog de takken. De kracht van de takken is eigenlijk bijna verdwenen en overgegaan in een soort vloeiende beweging van iets wat wil vallen en niet sterk genoeg is om op zichzelf te staan. Bijna het tegenovergestelde van een boom die zo krachtig is en zo monumentaal, is de binnenkant van ons iets wat dat niets, daar zit geen skelet in, daar zit geen been in, dat is eigenlijk iets heel week. En daar gaat dat werk over. En de manier waarop het gemaakt wordt, is misschien ook wel belangrijk om dat eens te duiden, is dat ik schilder met was. Dus de kleurenpaletjes die daar liggen, zijn allemaal gemaakt in functie van één beeld. Dus voor ieder beeld maken wij een nieuw kleurenpalet dat wij testen. In sommige beelden die zien er groener uit, andere beelden zien er meer marmer uit, andere beelden zijn veel fysieker, veel meer vlees. Daar gebruiken we dan uiteraard veel meer de rode tinten en de roze tinten voor, die dichter bij de menselijke huid staan, die we proberen te imiteren. En voor dit beeld specifiek eigenlijk, omdat ik spreek over die Inside Me, die binnenkant, heb ik echt gekozen voor een kleurenpalet wat dat heel fysiek is en heel dicht bij vlees zit. En de lagen worden één voor één geschilderd en smelten eigenlijk in elkaar. Dan wordt het beeld voor een stuk dikker gemaakt. Of de waslaagjes worden eigenlijk dikker gemaakt met een witte waslaag. Tot al een halve centimeter, 1 centimeter. En dan kunnen we een halve boom er eigenlijk uitnemen. En die draperen, vervormen in de vorm die we zelf willen. En dan wordt er eigenlijk een tweede stuk onderaan gemonteerd die de eerste beweging volgt. En binnenin zit een heel ingewikkelde constructie van allerlei kleine, dunne ijzertjes die de beweging van de takken volgen, die weer aan elkaar gemonteerd worden of gelast of met een kneedgars, die eigenlijk de sterkte vormen van het beeld binnenin. Want de was op zich, dat is maar een halve centimeter, dat is heel breekbaar en kan eigenlijk zijn eigen gewicht niet dragen. Dus de beelden zien er langs buiten wel erg breekbaar en fragiel uit, maar eigenlijk binnenin zit daar een harde kern in die nodig is om het beeld te kunnen maken. Het is heel bewust gemaakt in de zin van dat de takken, ze hangen eigenlijk in een structuur. Ze hangen in een structuur van twee schragen die met dunne koordjes verbonden zijn met elkaar. Daar ligt een soort kussen als een drager eerst aangebracht. En dan heb ik de takken daarin laten bewegen, zeg maar. Zoeken vanuit de ene beweging zoek ik naar de tweede. Dus ze liggen op elkaar, onder elkaar en zijn als een soort heel complex gegeven met elkaar verbonden. Maar je voelt heel sterk van de fragiliteit van die binnenkant die dan zo gedragen wordt door twee houten schragen met die koordjes die ik ooit gevonden heb op een rommelmarkt en die oorspronkelijk dienden om tabaksbladeren op te drogen. Dus die stonden helemaal uitgerokken als een soort wasdraden en daarop ging men vroeger tabak drogen. Maar ik vond dat een heel schoon materiaal, een object, vreemd, want ik was gewoon wel om met schragen te werken in mijn vorige werken. Maar die constructie had ik eigenlijk nog nooit gezien. Ik ben dat dan gaan navragen, dus nu weet ik waarom dat ze ooit dienden. En dat die constructie nu gedragen wordt om zo'n binnenkant te tonen, vind ik wel heel, heel passend. Dus de eerste keer dat ik met was gewerkt heb, was in 1996. En toen was ik heel sterk op zoek naar
een materiaal wat zo dicht mogelijk bij de anatomie stond van voeten en benen. En ik kende natuurlijk het Madame Tussauds Museum, dus dat was mijn eerste plek waar ik mij naartoe richtte om te vragen van die techniek, hoe zit dat in elkaar, welke soort mengeling gebruiken jullie om die was te maken. Die hebben mij niet geholpen, dus ik heb 2 jaar lang zelf gezocht naar een soort mengeling om de juiste kleuren te kunnen toevoegen, welke dat dan moesten zijn, of dat dat pigmenten waren of soorten verven en zo. Dan de mengeling van harde wassen, zachte wassen, paraffine, hardmakers, zachtmakers. Het is echt een heel complex onderzoek geweest. Maar dan na 2 jaar staat die techniek echt op punt, stond die techniek op punt. En sindsdien ben ik altijd maar verder en verder weggegaan van die anatomie, van die realiteit. Omdat bij het eerste beeld was het echt de bedoeling dat ik de indruk wou geven dat daar een personage stond. Hè, met dekens beladen, dat was eigenlijk het beeld dat ik wou uitdrukken. Terwijl gaandeweg, in al die tijd dat ik met was werk, is het veel abstracter geworden en ben ik veel meer gaan zoeken naar de juiste kleuren voor ieder beeld. In het begin was dat niet belangrijk. In het begin was het een soort realiteitsweergave. Terwijl mijn eigen scriptuur en mijn eigen kleurpalet is gaandeweg heel, heel sterk gaan ontwikkelen. Zoals de beelden Into One Another, To PPP. Die echt een research geweest zijn naar de schilderij van Cranach. Waarin ik echt gezocht heb hoe hij huid weergaf. Hè, hoe hij in staat was om dat heel typisch aspect van vlees en van huid weer te geven. En sindsdien zijn mijn beelden veel picturaler geworden. Daarvoor had ik meer het gevoel dat ik een beeldhouwer was die wel beeldhouden of vormen maakte en was. Terwijl vanaf dat moment ik het gevoel had van eigenlijk is het een schilderen even belangrijk geworden als het beeld vormen op zich. En je voelt dat ook in die beelden die dan sinds die periode gemaakt zijn, dat die veel kleurrijker zijn en misschien ook harder in een eerste confrontatie met de toeschouwer. Maar die techniek, waarom ik daar zo graag mee werk, is omdat dat mij in staat laat om eigenlijk wel heel snel te werken. Het schilderen in de was is eigenlijk is een act dat je doet. En op een voormiddag schilder ik eigenlijk wel een aantal van die takken in. En tegen het einde van de dag hebben we die gemonteerd, zien we een bepaald resultaat en zijn we tevreden, dan gaan we ermee door. Zijn we niet tevreden, dan worden de stukken terug hersmolten en kan je herbeginnen. Ook de manier van een beeld samen te stellen zijn dingen die echt gebeuren in fasen. Dus je begint met uit ieder stuk van de mal heb je een fragment of van een tak of van een lichaam of van een deel van een paard. Maar die fragmenten worden allemaal gemaakt, eerst in was, dan samengezet, tot het beeld gevormd wordt. En dan nadien worden die weer allemaal losgemaakt, van de binnenkant versterkt met epoxy en ijzer en weer gemonteerd. Maar doordat die techniek eigenlijk in fragmenten ontstaat, het samenstellen van een beeld, ben ik ook heel vrij om tot in het laatste moment te beslissen om dingen te blijven veranderen. Wanneer ik zou vertrekken van een harde vorm, zeg maar, in epoxy of in hout of in steen, dan haal je dingen weg. Dan vertrek je van de vorm en haal je dingen weg. Terwijl ik helemaal andersom werk. Ik stel dingen samen en dan creëer ik eigenlijk een nieuwe realiteit daaruit. En dat is helemaal anders dan vertrekken vanuit niets. Ik vertrek vanuit een herkenbaarheid, vanuit een afgietsel. Hè. Of het dan van een boom, of van een paard, of van een menselijk lichaam is. Van iets wat dat een realiteit heeft, die ik vervorm. En naar mijn eigen hand zet. En daar is die wastechniek uitermate geschikt voor, omdat die flexibel is. Op het moment dat de stukken ingeschilderd zijn, dan heb ik eigenlijk 20 minuten de tijd om die te vervormen, om die te aan elkaar te monteren. En dat is ook de tijd die ik nodig heb om te zien of het werkt of niet. Werd het niet, herdoen, opnieuw. Maar in een andere techniek zie ik mij dat niet zo gemakkelijk doen, omdat je hebt gezien, we zijn met een aantal mensen aan het werken. Iedereen heeft zijn eigen taak. Mensen geven mij de pannetjes aan als de was warm is. Omdat
het schilderen, hè, zoals ik zei, van de pictorialiteit in de beeld, ja, dat is mijn handschrift. Dus dat is iets wat geen van mijn assistenten eigenlijk kan doen. Hè. Zij zijn vooral nodig om op het moment dat de stukken warm zijn, meerdere handen ze uit de mal te nemen, de vervorming mee te bepalen, ze dan ja, te fixeren in die houding. Want doordat die techniek, dat we die stukken warm gebruiken, ja, die willen gewoon van natuur uitzakken. Hè. Dus je moet dan op een bepaald moment al die stukken, als je de houding beslist hebt, gaan ondersteunen met ja, polyurethaan blokjes en tape en zo. Hè. Dat is een hele ingewikkelde constructie, ziet er niet uit, zo'n beeld als dat in de maak is. Maar als dat gedaan is, dan kunnen zij weer verder om samen met een ander team eigenlijk die binnenkant van dat beeld te gaan ja, oplossen en dan ook afwerken. Hè. De plaatsen waar we twee stukken aan elkaar zetten, daar is altijd visueel een naad heel erg zichtbaar. Soms laten we die. Als we vinden dat dat mooi werkt in een beeld, dan laten we die. Vinden we dat hij stoort, dan moet hij opgewerkt worden. En dan moeten we helemaal herbeginnen. Hè. Dus dan worden dezelfde kleurlaagjes terug opgewarmd en wordt er dan langs de buitenkant met was opgewerkt. Terwijl de manier waarop ik schilder, is eigenlijk het tegenovergestelde. Ik zie nooit wat ik aan het doen ben. Hè. Dus ik werk eigenlijk blind in de mal. Hè. De eerste laag die geschilderd is, betekent niets. Het is eigenlijk door die 10, 15 lagen na elkaar te zetten, door elkaar te laten smelten, dat de oppervlakte zichtbaar wordt en ook de huid van het beeld zichtbaar wordt. Maar dat is iets wat ik eigenlijk niet zie als ik het aan het doen ben. Ik kan alleen heel bewust werken. Bijvoorbeeld als ik een soort schaduw wil creëren of een rode vlek in een beeld, dan weet ik alleen dat ik mijn was veel warmer moet maken op het moment dat ik met de rode was aan het schilderen ben, dat die eigenlijk dan doorsmelt tot op de eerste laag, waardoor die dan zichtbaar wordt aan de oppervlakte. Maar dat is iets wat je leert door ervaring en ja, met vallen en opstaan. Hè. Soms is het niet wat ik voor ogen had en dan moet ik ook herbeginnen. Maar anderzijds geeft die techniek ja, u ook een soort de toeval. Dat is heel belangrijk in dat beeld. Want soms zie ik dingen die ik niet verwacht had en die eigenlijk veel beter zijn dan wat ik in gedachten had. Hè. Dus soms lukt het en soms is het erop of ernaast. Hè. Je kunt het heel moeilijk controleren eigenlijk. Wat ik altijd doe, of ik nu werk met een menselijk figuur of met een paardenlichaam of met een tak. De eerste keer dat ik in mijn mal inschilder, dan vervorm ik eigenlijk niets. Om gewoon te zien, wat is mijn vertrekpunt. Hè? Dus ik heb eigenlijk dan de perfecte kopie van het afgietsel dat ik gemaakt heb. En dat is een soort alfabet, noem ik dat altijd. Van, ik moet dat eerst heel goed in mij opnemen om te weten van wat kan ik daar verder mee doen. Hè? Kan ik dat gaan vertalen? Hoe moet ik dat gaan vervormen? In welk materiaal moet ik dat omzetten? Hoe moet het karakter van het beeld ontstaat eigenlijk bij een grondige analyse van ten eerste de fotosessie die ik op voorhand doe, maar ten tweede ook van de eerste keer dat de mal is ingeschilderd. En dan zijn we nog heel ver weg van een kleurenpalet of het is gewoon het fysieke zien en voelen ook van wat ik gemaakt heb, hè? Die kopie. Eerst hingen in mijn atelier, dus gewoon die vijf paardenhalsters aan de muur. En voor mij waren dat ja, heel zwaar erotisch gelaten objecten. Dat waren bijna grote vulvas. En daarin heb ik dan ja, die tere huid op aangebracht als een soort tweede huid die er rond gespannen is. En die heel sterk verwijst naar het vrouwelijke geslacht. Maar tegelijkertijd, door dat dan te verbinden met die paardenhalster, krijgt het een soort kracht. Hè? Dat paardenhalster dat eigenlijk dient om een paard in bedwang te houden, tegen te houden, wordt hier dan de drager van een soort vrouwelijkheid. Hè? Dus er is een grote dualiteit in de drager en in wat erop aangebracht is. Naast die twee materialen die eigenlijk contrasterend zijn, de zachte was en het harde leer van de paardenhalster, heb ik ook stof gebruikt. Hè. Dus heb ik mijn textiel, de oude versleten lakens of de dekens die ik dan weer gedrenkt heb in zwarte inkt of in een soort rode aquarel,
die verwijzen naar een soort lichamelijke wonden. Hè. Dat heb ik dan gebruikt om weer de was bijna te binden rond die paardenhalster. Hè. Iets wat dat in de werkelijkheid gedwongen is, is bijna op een natuurlijke manier weer samengezet. Mijn atelier is gelegen in een oud schoolgebouw in de buurt van de haven, de Muiden. Dat is een heel specifieke plek, met heel veel migranten en heel veel armoede in de wijk. Hè. En eigenlijk is het een oase in die buurt hier. Hè. Het is een ommuurde schoolgebouw met nog een tuin en speelplaats. Heel veel ruimte. In zo'n heel druk bewoond gebied, vlakbij de stad. En wij zitten hier nu 28 jaar. Mijn man, Peter Buggenhout, is ook een kunstenaar. Dus hij heeft de ruimtes boven. En ik gebruik eigenlijk de volledige benedenverdieping. Ik ben ook opgegroeid hier op de Muiden. Mijn ouders hadden een beenhouwerij in deze straat. Dus ik ken deze buurt ook heel goed. En dan in 88 hebben wij effectief het gebouw gekocht. En dan toch wel heel lang alle tijd geïnvesteerd in ons eigen werk. Hè, dat volop in evolutie was. En dan alle weekends, alle vakanties eigenlijk, dit gebouw gerestaureerd. Ik denk dat dat iets heel belangrijks is inderdaad. Van, ik ben iemand die... heel sterk gehecht is aan een specifieke plek. Hè. Mm-hmm. Dus ik denk dat de stad Gent mij ook ongelooflijk inspireert. Hè. Ook al kan ik niet bewust zeggen van ga naar die plek kijken of naar dit schilderij, het museum of het Lam Gods of wat dan ook. Maar dat de roots, mijn eigen roots eigenlijk, dat die heel diep geworteld zijn in mijn directe omgeving. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ben ik heel sterk geïnspireerd door de grote wereld, hè, zoals ik het noem. Ik reis heel veel en ik neem heel veel mee. Hè. Bijvoorbeeld de reizen die ik gemaakt heb naar Indië of naar Iran zitten nog altijd in mijn hoofd en zijn ook mijn werkmateriaal. En mijn beeldvorming is daar ook heel sterk door bepaald. Hè. Het is niet omdat je fysiek opereert vanuit één plek dat je... Ja, alleen maar vanuit die ene plek ook kan spreken of iets kan vertellen. En ik denk dat het heel belangrijk is om die plek te gebruiken als een soort kapstok, als een soort anker, waaraan dat al die andere inspiratiebronnen of aantrekkingspolen naartoe teruggebracht worden en van daaruit weer hertaald worden. Zou je kunnen zeggen dat, dat er een soort katholiek element in jouw werk zit? Ik heb altijd het groot gevoel dat het niet alleen... sommige mensen zeggen van ja, het is een beetje macaber of gruwelijk. Mm-hmm. Dat heb ik zelf eigenlijk niet. Ik heb het veel meer het idee dat het vaak een soort troost is die je eigenlijk ervaart. En dat gevoel van die mensen die dat macaber noemen is volgens mij veel meer terug te voeren op een feit dat ze heel weinig in aanraking komen. Bijvoorbeeld met, nou ja, ik kan me voorstellen dat het bij jou vroeger zo was, dat je door de slagerij van je vader liep en dat je daar de hompen vlees zag liggen. Mm-hmm. Ja, bij mij in de familie werd gejaagd en dan moest ik voor mijn opa een biertje halen uit de kelder. En dan hingen daar de konijnen te versterven. Ja. Ja, dus dat je ook die geur van een dood dier kent. Of, mm-hmm. En als je daar ver van afstaat, dan vind je het misschien enger. Maar als je dat van jongs af aan kent, dan kan je op een heel andere manier met de dood of met zeker, iets opengereid, open omgaan. Ja. Toen je daarnet aanhaalde van in mijn familie werd gejaagd, hè. In mijn familie ook. Hè. Mijn vader was ook een jager en ik herinner mij nog veel sterker het beeld of het gevoel van als kind, als mijn vader dan thuis kwam van de jacht. Met zijn grote auto, dat daar in die koffer, dat hij dan vol lag met konijntjes en met eenden en met duifjes en zo. En dat hij mij vroeg van, ga haal een kuip uit de kelder en leg de beesten allemaal schoon in de kelder, dat die kunnen versterven dan. Hè. En ik kon dat niet. Hè. Dus ik huilde als ik dat moest doen. Hè. En dan zei mijn vader, niet neuten. Hè. Ja. Je moet dat doen. Hè. Maar ik kan mij het gevoel heel sterk
terug bij de heerstelsel van wat ik eigenlijk dacht of wat ik voelde als ik dat moest doen. Die dieren die soms nog warm waren, ja, en die daar op de kelder moesten uitkoelen op de grond. Zo, dat gevoel van dat niet te kunnen laten gebeuren. Hè? Dus dat dat dood is. En zo het soort verwondering daarover van hoe iemand in staat kon zijn om zo'n schoon dier neer te schieten. Wat voor een plezier of wat een slecht mens dat je daar eigenlijk moest voor zijn om dat te doden. Hè? En ik denk dat het de periode daartussen als kind, hè, misschien 10 jaar, dat je zo dat dood dier in je handen hebt, tussen iemand die nu 50 geworden is en die een hans leven al voor een stuk meegedragen heeft, dat de beleving van dood helemaal anders is. Ik was van de zomer in Wallonië, en er was een kerkje, ik weet de plaats niet meer, er stond een oud Mariabeeldje. En dat Mariabeeldje hing ooit aan een boom, ergens in de 12e eeuw of zo, vergroeide vervolgens met die boom, of die boom groeide daaromheen. Een paar eeuw later, 14e eeuw of zo, heeft een man die boom omgehakt om er brandhout van te maken. De boom was dood. En terwijl die boom aan het kapot hakken was, kwam hij dat beeldje tegen. En dat werd natuurlijk een reliek, dat werd een bedevaartsoord. En dat beeldje staat nu nog steeds in dat kerkje daar. Het was bijna alsof hij uit die dode boom iets heel religieus haalde. Terwijl het natuurlijk daar gewoon in vergroeid was. Dat kon hij toen niet begrijpen. Hij dacht dat in die boom geopenbaard werd aan hem. Heel mooi idee eigenlijk. Maar dat zit eigenlijk ook wel in jouw bomen. Of ook in die halsen van paarden. Daar zit ook een soort, ondanks dat het, je zou kunnen zeggen, dode materie is, zit er toch een soort leven in en een soort, ja, bijna spiritualiteit. Is dat enigszins te vergelijken met bijvoorbeeld de dode dieren of de menselijke lichamen die je gebruikt? Goh, ik zou het toch willen duiden eigenlijk vanuit het vinden van de boom. Hè. Mm-hmm. Voor mij is het eerste contact, hè, met de tak die ik dan vind of met de torso die ik gebruikt heb voor het werk Cripplewood, een soort een verliefdheid. Hè. Yeah. Ik kom dat tegen en er is iets met de vorm of met het object wat ik bijna moet gaan hertalen in mijn werk. En ik herinner mij op het moment dat ik die grote torso had gevonden in Frankrijk, waar ik het werk Cripplewood mee gemaakt heb, dat was zo. Hè. Die boom lag daar eigenlijk al jaren kapot te gaan, zeg maar. En iedere keer als ik daar terugkwam, had ik zoiets van, zo mooi dat het is. Hoe dat die boom daar lag in dat dal, hè, helemaal ja, onbereikbaar geworden, hè, doordat hij weggezakt was in het dal. Niemand kon er iets mee doen. Je kon hem bijna zelfs niet gaan verzagen, omdat dat je er niet geraakte. Hè. Ja. En wat mij het gevoel van eenzaamheid nog veel meer gaf dan ik de eerste keer ernaar gekeken heb, doordat hij daar bleef liggen. En na een lange tijden daartussen daar nog altijd lag, had ik het gevoel van, ik moet daar iets mee doen. Dat is zo mooi, de beweging die in die boom zit. Voor mij is dat een groot lichaam dat daar ligt. En op het moment dat dan de uitnodiging kwam om voor Venetië iets te doen, was het ook een van de eerste beelden die in mijn hoofd zat van, dit beeld wil ik recupereren als een vertrekpunt om een werk mee te maken. Maar ik vond het mooie van het kreupelhoutwerk op de Biennale in Venetië, dat eerste gezicht zie je inderdaad een soort boomstam met takken. Maar op een gegeven moment, als je daar langer rondloopt en het was schemerig, dan valt op dat die takken omwikkeld zijn met doeken bijvoorbeeld. Mm-hmm. En al heel snel verschoof het beeld en werd het niet alleen een boomstam voor me, maar bijvoorbeeld ook bijna een soort verwijzing naar het vlot van de Medusa, het beroemde 19e eeuwse schilderij van een scheepsramp. En toen ik dat erin had gezien, ging ik er ook ineens de bootvluchtelingen van vandaag de dag in zien. Mm-hmm. En weten dat je uit België komt, zag ik er op een gegeven moment ook de verschrikking van de Eerste Wereldoorlog in, hè, met de afgerukte ledematen. Ja. En werd het een heel gelaagd werk, ja, dat niet meer alleen refereerde aan een vermolmde boom, maar aan, ja, veel meer. Ja. Zowel de kunstgeschiedenis als aan vandaag de dag. En die omslagpunten, die ervaar ik heel veel in jouw werk. Hè. Dus dat je eigenlijk, als je je de tijd gunt, dat je door dat eerste beeld eigenlijk, ja, heen geraakt en dat je dieper komt. Mm-hmm. Dat is ook wat ik echt probeer te doen, dat daar een soort gelaagdheid in zit. Maar door het feit dat ik altijd vertrek van een realiteit, of het nu een boom, een paard of een menselijk lichaam is, is er een soort herkenbaarheid. Dus ik denk dat mijn werken voor heel veel mensen leesbaar zijn, omdat er een eerste herkenbaarheid in zit, hè, van een icoon. Ik
iconografisch beeld dat je herkent. Maar dan dat de lagen die erin zijn, ja, dat is wat wij vaak noemen in het atelier de beelden opladen. Hè? Opladen met verhalen en opladen met betekenissen. En dat is iets wat gaandeweg groeit. Hè? Doordat de beelden veel tijd nodig hebben om te ontstaan, om gemaakt te worden, is heel vaak dat eerste idee snel vertaald, maar nooit voldoende. Hè? En dan heb ik echt wel nood aan die verschillende lezingen van dat beeld, zoals de dingen die je daar net op noemde rond kreupelhout. Zo kijk ik heel vaak naar het beeld als een heel groot gewond lichaam dat daar lag. Hè? Waar de verpleegsters voor de eerste keer een soort eerste zorg hadden toegebracht. Hè? En zo keek ik ook naar mijn assistenten toen we daar in Venetië aan het werk waren. Hè? Iedereen met zijn bandage en rond en wikkelen en trekken en naaien. Als bijna allemaal gebroken botten en pezen die moesten hersteld worden. Ja. En dat is die doordrongenheid en die gelaagdheid. Dat is volgens mij ook wat het maakt waardoor jouw werk... dat vind ik een hele positieve en een hele goede eigenschap. Is dat het iets ongedateerds heeft. En, dus, en als je naar jouw hele oeuvre kijkt, dan kan je wel zeggen, nou, er zit bijvoorbeeld meer erotiek in de laatste jaren. In het begin was het veel meer verhuld. Of dat waren de wat kleinere beelden, de grotere objecten die komen nu. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zou het ook... het past, en dat, daarom combineert het ook zo fantastisch met andere werken uit collecties. Hè. Dus als je bij ons in het gemeentemuseum kijkt en we zetten jouw werk bij een schilderij van Francis Bacon, een werk uit de jaren 60, dan is dat een soort familie bijna. Mm-hmm. En datzelfde is al eerder gedaan met jouw werk ook met schilderkunst uit de middeleeuwen. En dat is ook een soort familie. Mm-hmm. Dus die verbondenheid, zoals dat bij families ook gaat, met een soort stamboom, dat zit heel erg in jouw werk. Zeker met oude meesters denk ik dat je heel concreet ook bepaalde voorbeelden kan aanhalen. Omdat dat ook het ding is, wanneer je naar de wand kijkt in mijn atelier, daar hangen ook altijd wel werken van oude meesters die mij inspireren, waar ik dagelijks naar kijk als in een soort spiegel. Omdat ik dat opgehangen heb met een bepaalde bedoeling, omdat ik daar iets in voel, in dat soort schilderij. En ja, dat is ook mijn bagage die ik mee heb en waarmee ik ook... naar de wereld vandaag kijk. Als je dat zo zegt, hè, die verwantschap met die oude meesters, maar volgens mij vooral ook met die religieuze kunst, die kunst die in kerken hangt of in kloosters, zou je je werk dan een soort hedendaags ambachtsbeeld kunnen noemen? Een van de persoonlijke ervaringen die ik altijd meeneem in het maken van beelden is Rogier van der Weijden, die de Pieta schilderde, die in de kerken gingen en die echt ook heel bewust gemaakt waren als plekken waar dan mensen naartoe konden komen om zich getroost te voelen bij het verlies. En dat mensen daar ook mochten huilen bij het zien van die schilderijen. En ik denk van, fantastisch eigenlijk dat je dat als kunstenaar als doel stelt. Dat mensen echt getroost moeten worden door je werk. En misschien die ervaring die ik zelf had, dat die wel heel vaak meespeelt in mijn eigen manier om mensen te willen troosten met mijn werk.